ik ben niet gelovig opgevoed. Het enige woord wat mij nog eigenlijk bijstaat is Judas. De mensen die mij een hoop gegeven hebben vanavond, mij succes vanavond hebben gewenst in de wetenschap dat die verklaring wordt afgelegd. En ik kijk u allemaal aan, D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks. Wethouder Willem Joosten van Leiderdorp. Ja, wat is er gebeurd? De coalitiepartner LPL heeft het vertrouwen in de coalitie opgezegd. En dus per definitie aan het college. En dat betekent dat Daan Binnendijk en ik per direct ons ontslag hebben ingediend. Bizarre wending. Het is een hele bijzondere wending, ja. Wat voor gevoel geeft het u? Hij is eigenlijk tweeledig. Het heeft, denk ik, bestuurlijk gezien, denk ik dat het een hele slechte zaak is voor Leiderdorp. Dat we onbestuurbaar zijn de komende weken. En dat het gezien de houding van LPL en de manier waarop zij de politiek willen bedrijven, denk ik voor de toekomst dat ook nog een heel groot probleem gaat zijn. Dus ik denk dat we vooral Leiderdorp een hele slechte dienst hebben bewezen bij deze actie. En voor mij persoonlijk in principe natuurlijk gewoon van minder belang. Want dat is nou eenmaal ook het vak en het risico van een wethouder. Is eigenlijk minder relevant. Maar ik heb alleen net even genoemd. Het enige wat mij eigenlijk raakte is dat je met raadsleden waar je misschien 12, 13 jaar mee zit, je vooraf aan een vergadering de hand geven en zeggen succes vanavond en in de wetenschap dat ze je gaan wegsturen. Toen dacht ik als eerste Judas, je geeft een hand in de wetenschap dat. En dat vind ik op persoonlijk vlak vind ik dat een teleurstelling. Maar goed, nogmaals, dat is van ondergeschikt belang ten opzichte van het bestuurlijke verhaal. Maar dat zijn twee elementen die mij bijgebleven zijn. Bart Hoenen, VVD-leider Dorp. Ja. Het is niet zo gezellig op het ogenblik inderdaad. Het is verre van gezellig, kan ik je zeggen. Ja. Nou ja, ik vind het echt, het is de ultieme chaos. Is vanavond door de heer Langeberg laten ontstoken eigenlijk. Wat is er precies gebeurd? Nou, de heer Langeberg kwam zonder enige overleg vooraf. Terwijl we anderhalve week geleden nog vrolijk de begroting vaststelden en het college en de coalitie nog allerlei complimenten kregen. Zonder enige overleg met de mededeling dat hij geen vertrouwen meer heeft in de coalitie. En daarmee ook de wethouders impliciet naar huis stuurt. Die hebben ook hun functie neergelegd per direct. Het is waanzinnig, want ik heb dat besluit, het raadsvoorstel wat voorligt voor de Leidsring Noord, is al een tijdje in de maak, ligt er ook al een tijdje. Dus ja, het is natuurlijk gewoon een complete onzin dat dat nu een aanleiding zou zijn om ineens het vertrouwen op te leggen. Terwijl de heer Langeberg daar heel solistisch zelf zijn eigen standpunt heel prematuur op heeft neergelegd. Wederom zonder overleg. Ja, dit is gewoon, we staan gewoon voor gek in de hele regio. Ja, en ongelooflijk. Wat betekent het voor de bestuurbaarheid van Leiderdorp? Ja, die is er niet meer. Er zit nu alleen nog maar een nieuwe wethouder nadat hij zijn eigen wethouder vorige keer geliquideerd heeft. Ook niet op geheel nette wijze, wat ik ook net in mijn verklaring ook aanhaalde. En hij stuurt twee prima functionerende wethouders weg. Waanzinnig. En zelfs zonder enig overleg in een coalitie. Ja. Het zijn echt harde woorden gevallen ook. Ja, wat moet ik er anders mee? Het is gewoon een onbetrouwbare vent. Punt. En nu? Nou, dat weet ik niet. Ik ga hier eens goed over nadenken, want ik heb dit in mijn meer dan 10 jaar ervaring ook nog niet eerder aan meegemaakt. Ik wil eerst ook met Willem Joosten, mijn wethouder, of tenminste mijn thans voorheen wethouder, even alles bespreken met de fractie en wat nu. En ik wens de rest heel veel wijsheid toe in hetgeen wat ze willen doen. Ik weet het niet. Onbetrouwbaar en Judas, het waren nogal woorden die u kreeg toebedicht vanavond, hè? Ja. Hoe bent u daaronder? Ik ben erdoor gekwetst en zijn volkomen onterecht. U heeft vandaag aan het begin van de raadsvergadering bekendgemaakt het vertrouwen op te zeggen in CDA en VVD. Dat klopt. Waarom? Omdat het vertrouwen weg is. Maar het heeft niet alleen te maken met die rondweg, toch? Nee, dat gevoel is al een tijdje aan het ontstaan. Het heeft vandaag tot een climax geleid en dat heeft ertoe geleid dat wij als LPL hebben besloten het vertrouwen ook daadwerkelijk op te zeggen. U zei, de druppel was eigenlijk het aangekondigde amendement van CDA, VVD en de SGP ChristenUnie om die 70 erin te houden, hè? Kijk, dat illustreert niet mijn onbetrouwbaarheid, maar die van de twee andere partijen.
In het vorige coalitie hadden we afgesproken amendementen en moties van tevoren met elkaar te delen, zodat we daarover konden praten. Toen ik vanochtend mijn mailbox opende en dat amendement zag dat nooit met mij was gedeeld, maar wel vast de hele wereld was ingeslingerd, toen vroeg ik mij mezelf af, niet wetend dat dit vanavond gezegd zou worden, voor wat is betrouwbaarheid? En het college is gevallen. Jullie zijn de grootste partij, dus ook opnieuw aan zet om een nieuwe samenwerking te zoeken. Ja, nou dat heb ik vanavond gezegd. En dat gaan we dus samen met de Partij van de Arbeid, ook een winnaar van de vorige verkiezingen, met D66 en GroenLinks de komende weken doen. Met z'n viertjes? Ja. U zat niet in de coalitie en wat er ook gebeurt, dat gaat ook niet gebeuren in de nieuwe samenstelling, geloof ik, hè? Nee, je kan ook heel constructief zijn buiten de coalitie. Ik vind het onwijs jammer wat er vanavond gebeurd is. Volgens mij is het niet in het belang van Leiderdorp. Er zijn twee goede wethouders weggegaan die we keihard nodig hadden. Dus dat is jammer. Is dat het goede woord, jammer? Ja, jammer, maar het is ook niet goed voor het aanzien van Leiderdorp in de regio en in de omgeving. He, want mensen die dit van buiten volgen, die denken hier wordt vooral ruzie gemaakt. Nou, volgens mij is dat onterecht. Er wordt keihard gewerkt door ambtenaren, door wethouders en hier doen we onszelf echt tekort mee. Meneer Hendricks, hoe ervaart u nou wat er vanavond is gebeurd? Ja, het is een hele andere avond geworden dan we van tevoren hadden bedacht natuurlijk. We zouden hier voor de Leidstelling Noord komen en daar zouden we allerlei belangrijke besluiten over gaan nemen. Niet alleen voor Leiderdorp, maar ook voor Leiden natuurlijk. En daar is uiteindelijk door een voorval helemaal niets van terechtgekomen. Het ging vanavond ergens anders over. Ja, het college gevallen, het vertrouwen is opgezegd door de grootste partij, de LPL. Maar ook het vertrouwen uitgesproken in onder andere jullie partij, in D66. Want nou, morgen beginnen de onderhandelingen, hè, voor een nieuwe coalitie. Ja, de LPL heeft aan ons gevraagd of wij bereid zijn om dat gesprek aan te gaan als eerste. Dat heeft hun voorkeur, samen met de PvdA en GroenLinks. En dat gaan we doen. Dus we gaan kijken vanaf morgen of we daar uit kunnen komen. Inhoudelijk is er van de vergadering niks terecht gekomen. Dus ook niet van die besluitvorming rond die Leidse Ring Noord. Hè? Dat is nu verschoven naar december. Maar alle vier de partijen die 50 willen hebben gezegd dat ze daaraan vasthouden. Dus ja. Dat gaat het worden. Ja, dat kan je dan uitrekenen, denk ik. Ja, dat klopt. En dat betekent dan wat voor de relatie met Leiden? Nou, dat betekent dat wij met Leiden in gesprek zullen moeten. Want we hebben dan allebei een andere versie van het kaderbesluit aangenomen. En dat moet natuurlijk, dat kan niet. Dus je moet het daarover eens worden. Dus dat betekent dat we met elkaar in gesprek moeten, hè, om te kijken welke oplossing we daarvoor gaan vinden. Maar wel op basis van één bestuursovereenkomst die al een paar jaar geleden is getekend, hè, waarin staat dat op die oude spoorbaan 70 gereden gaat worden. Leiden heeft daar nu de bijdrage van 26,5 miljoen euro aan die weg op Leiderdorps grondgebied van afhankelijk gemaakt. Ja. Ja. Nou, dat besluit, die bestuursovereenkomst is uit 2016 en daar staat geen 70 in, maar 80. Maar dat gaat wel over het verdiepte deel van de Leidse Ring bij de oude spoorbaan. En er was ook een niet verdiept deel. En daarvoor was in datzelfde in diezelfde bestuursovereenkomst 50 km per uur afgesproken. Dus als je zegt we houden vast aan dat besluit, waar hou je dan aan vast? Hou je dan vast aan die verdiepte ligging? Hou je dan vast aan die 80 km per uur? Hou je dan vast aan die 50 km per uur op Maaiveld, waar hou je dan precies aan vast? Dus dat is een beetje cherrypicking als je zegt we hebben 80 km afgesproken en daar houden we jullie aan. Wij vinden dat de situatie wezenlijk anders is dan toen. Er ligt gewoon een andere weg straks dan die we in 2016 hadden voorzien. En dat betekent dat we daar ook weer wat van mogen vinden. Maar de Leidse gemeenteraad en het college hebben afgelopen donderdag gezegd, als Leiderdorp er 50 van maakt, dan gaan wij niet die tientallen miljoenen investeren. Vooralsnog, stond er ook. Vooralsnog niet, ja. Dat klopt. Ik zeg ook, we moeten met elkaar in gesprek. Want er liggen twee verschillende besluiten straks. Ja, dat kan niet. Het gaat over één weg. Het is niet het einde van die weg. Wat ons betreft niet. Zeker niet. Nee. Wij vinden het belangrijk dat die weg er komt. Het college is gevallen. Het was de bedoeling om één besluit wel te nemen. Namelijk de maximumsnelheid op de Leidse Ring Noord. Toch is dat niet gebeurd. Nee, VVD en CDA vonden het nodig om weg te lopen uit de vergadering. En strikt genomen is er een quorum, hè, zou je dan een besluit kunnen nemen. Maar gezien datgene wat er vanavond gebeurd is, denk ik dat je dan... er is al een aardige bom gelegd onder het geheel. Ik denk ook dat mensen het veel persoonlijker op hebben gevat dan het eigenlijk is. Maar zeker met dat gegeven zou het denk ik nog een extra trap na zijn als je nu een besluit neemt zonder die partijen erbij. En dat is het laatste waar dit dorp nu behoefte aan heeft, denk ik. En gelukkig waren we het daar met elkaar wel over eens.
Dus ja, opdracht zal zijn om zo snel mogelijk weer normaal met elkaar in een raadszetting bijeen te kunnen zijn. En dan wel een besluit te nemen over het kaderbesluit Leidschering Noord wel te nemen. Het besluit zal dan niet anders zijn. Dat wordt 50 op die weg, hè? Wat ons betreft blijft dat ook inderdaad gewoon 50 km per uur. Want ja, datgene wat vanavond is voorgevallen doet niks af aan de argumentatie die we daar al voor hadden. Bent u niet bang dat die hele weg er dan niet gaat komen? Want als Leiden inderdaad voet bij stuk houdt en dus die 26,5 miljoen euro niet gaat bijdragen, ja, u kunt het ook niet als Leidendorp betalen. Nee, wij hebben het ook niet. Ik hoop ook dat het niet zo ver komt. Volgens mij is er in de communicatie tussen Leiden en Leiderdorp, zeker op raadsniveau, maar duidelijk ook op bestuurlijk niveau, heel veel misgegaan. Ik heb me persoonlijk eigenlijk nooit gerealiseerd dat Leiden zo veel problemen ermee zou hebben als wij aan ons stukje, want zo ervaren wij het toch volgens mij in Leiderdorp, daar een iets andere inpassing aan zouden geven. Zij hebben blijkbaar toch het idee dat het enorm effect zal hebben op de doorstroming, waar wij denken dat dat niet het geval is. En volgens mij de meeste partijen in Leiderdorp er ook vanuit zijn gegaan. Wij vellen geen oordeel over datgene wat op het Leidsgrondgebied ligt. En daarmee krijgen wij de ruimte om dit soort aanpassingen te nemen op het Leiderdorpsgrondgebied. Nou ja, dat heeft dus deze ook weer vrij heftige en emotionele reacties in Leiden opgeroepen. Nou, dat is nooit de bedoeling geweest, maar wel de situatie waar we nu in zitten. Het is een heel lang antwoord, maar ja. Komt die weg er nou? Wat mij betreft dus wel, omdat ik zeg, volgens mij hebben we te heftig op elkaar gereageerd. En als we dat gesprek weer met elkaar kunnen gaan voeren, dan denk ik dat we er heel goed uit kunnen komen. Want Leiden heeft nog steeds hetzelfde belang en wij hebben nog steeds dezelfde bereidheid om te helpen dat belang te dienen. Gaat u voor de komende raadsvergadering nog met Leiden overleggen hierover? Nou, ik heb bijvoorbeeld vandaag ook contact gehad met mijn GroenLinks-collega's in Leiden. Wat al laat, maar beter laat dan nooit. En dat zal ik zeker nader doen. En ik hoop ook dat er op ambtelijk en bestuurlijk niveau deze tijd ook gebruikt wordt om te kijken, jongens, kunnen we toch ergens tot elkaar komen om te zorgen dat dit niet het einde van de Leidschering Noord betekent. Want dat zou heel zonde zijn. Dat is nooit de opzet geweest van, volgens mij van niemand vanavond hier. Harry Visseren, ja, u woont precies in het gebied waar het nu over gaat, hè? Klopt, precies. En wat er nieuws nu? Wat is uw reactie? Nou, ik ben verbijsterd. Ik had nooit verwacht dat het zo'n wending zou krijgen. Maar ik vind het wel een hele sterke zet van de LPL. Ja, waarom? Ja, ik denk dat hij nu toch wel de gemeenteraad onder druk zet om die 50 te handhaven. Want dat wil u graag, hè? Ja, zeker. Dat wil ik heel graag, ja. Wij hebben daar natuurlijk direct mee te maken. En de weg loopt bij ons vlak langs en vlak langs de polder. Dat geeft natuurlijk, nou, stressverhoging geeft een grotere uitstoot, meer lawaai. En voor ons persoonlijk geeft het meer, zou de geluidsschermen zeg maar, het uitzicht belemmeren. Maar ja. Voornamelijk is het wel dat het milieu hierdoor gespaard gaat worden. En de kosten natuurlijk, die bij 50 veel lager zijn, voor een luttele 20 seconden tijdwinst. Ja, waar praat je over? Ja, maar ik hoor toch ook mensen zeggen van ja, we hebben liever ons uitzicht dan een paar decibel extra. Ja, dat kan. Dat is ook zo. Uitzicht is ook belangrijk natuurlijk. Maar dat is één van de argumenten. Ja. Maar goed, als Leiderdorp bij 50 blijft straks, dan zegt Leiden ze ja, dan doen we niet mee. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar ja, dat lijkt een beetje op een soort gijzelingsactie. Ik denk niet dat dat zo een vaart zal lopen. Nee? Nee, ik denk het niet. Want Leiden heeft groot belang bij verbreding van die weg. En het gaat niet langzamer met 50 kilometer. Misschien stroomt het wel beter door zelfs. Maar het is toch eigenlijk een beetje chantage? Dat zeg ik ja. Het is een gijzeling. Ja, maar wie gijzelt wie? Leiden probeert Leiden op te gijzelen. En nu, andersom? En nu draaien we het andersom. Dat klopt. Nu keren we het om. Hoe moet het verder nu? Weet ik niet. Weet ik niet. Ik ben heel benieuwd hoe dit vanavond verder afloopt. Of er een nieuwe coalitie gaat komen. Of wat het gevolg zal zijn. Ik heb geen idee. Maar ik denk dat de stap richting 50 wel gezet is.